Of gaan we een coolbox filmen? We staan in de kelder en het is hier 13 graden. Wij gaan onderzoeken of het klopt dat voor een temperatuurdaling van 5 graden het 20 keer zo lang duurt bij een volle coolbox als bij een lege coolbox. We doen deze proef op 2 verschillende locaties om te kijken of we de omgevingstemperatuur ook mogen verwaarlozen. En voor een volle coolbox gebruiken we een bak met 5 liter water. We doen nu de coolbox aan. En starten maar. Na bijna 26 minuten is hij eindelijk een gaatje lager. Kijk. Ja, maar ja. Nee, klopt. Hé. Oh, nee. 27 minuten is hij dus 11 graden. Hij gaat lekker. Na 29 minuten en 20 seconden staat hij op 10 graden. Na 33 minuten en 30 seconden staat hij op 9 graden. Na 38 minuten en 46 seconden zijn we klaar met de eerste proef van de 4. In de kelder. Yay. Met 5 graden daling. Yay. We gaan nu dezelfde proef uitvoeren, maar dan met de volle coolbox. Er staan nu 2 bakken met samen 5 liter water in. We beginnen met dezelfde begintemperatuur van 13 graden. Met het experiment in de kelder zijn we nu klaar, want zoals je ziet is ook de volle coolbox naar 8 graden afgekoeld. Dus op naar boven. Yeah.